ben nu zeg maar iets meer dan een jaar bezig als voorzitter. En als één onderwerp mijn agenda gedomineerd heeft, is het wel kredietverlening en financiering aan het bedrijfsleven. En ik zie inderdaad die trend, hè, dat onder de 250.000 euro gewoon lastig is voor bedrijven om bij de bank krediet te krijgen. Nou, ik heb niet de lijn om te zeggen, laten we de banken nou iedere keer maar in de verkeerde hoek blijven zitten. Dat heeft helemaal geen zin. We moeten zoeken naar oplossingen. Zowel voor de banken, dat ze meer ruimte krijgen om die krediet te verlenen. Dus dat betekent minder toezicht, hè, minder regels, want daar hebben ze heel veel last van. Blijft uit het rapport. Maar laten we dat eens even concreet maken. Ja. Want we zeggen natuurlijk allemaal meer regels. De banken, tax, bank bashing wordt het wel genoemd. Ja, nou, er worden heel veel dingen op elkaar gestapeld. Hè. Dus je hebt die Basel III-regels. Nou, dat is eigenlijk zijn regels van ja, hoe moet die balans van die bank er in feite uitzien. Hè. Nou, meer eigen geld, minder ruimte om geld uit te lenen. Dat is eigenlijk de simpele onderliggende gedachte daarbij. We krijgen een nieuw depositogarantiestelsel. Dat kost de banken veel krediet of kapitaal, waardoor ze minder krediet kunnen verlenen. Maar ook de bankenbelasting, hè. Volgend jaar 600 miljoen bankenbelasting. Ja. Maar dat scheelt maar liefst 20 miljard aan kredietruimte bij de banken. Nou, zit de echte pijn natuurlijk. Er zit ook heel veel pijn. En als je nu al weet dat het onder die 250.000 euro al heel lastig is. Hè, en er komt nog eens een keer zo meteen 20 miljard minder ruimte beschikbaar. Ja, dan vrees ik ook voor de komende jaren heel veel problemen. En tenslotte, kijk dat toezicht en al die regels, al die toezichthouders, dat genereert heel veel kosten bij die banken. Nou, omdat ze zulke hoge kosten hebben, zeggen ze ja, eigenlijk onder die 2,5 ton kredietverlening, wegen de opbrengsten daarvan voor ons niet meer op tegen de kosten die we moeten maken om die portefeuilles aan te houden en daarover te rapporteren en dat soort zaken. Nou, en daar zit de crux een beetje van, ook van het rapport van KPMG. Ja, dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Ja, en dat zou je als ondernemer ook niet doen. Hè? Ik begrijp de banken dus heel goed. Ze zeggen, ja, sorry, we gaan niet met verlies activiteit op de been houden. Maar ja, 80% van de kredietaanvragen in het MKB zit onder de 2,5 ton. Dus we hebben daar een heel groot probleem. En ik ben heel blij dat mijn collega Bernard Wientjes hier veel aandacht voor gevraagd heeft. En wij zullen dat ook schouder aan schouder de komende weken en maanden blijven doen. Ook nu aan de informatietafel. Om te zorgen dat we deze uitdaging wel gaan tackelen met elkaar.